De maaltijd van vandaag. Oh, hallo. Ja. De maaltijd van vandaag is een eenvoudige snijboon. Ik zit nog even boven. Ik ga zo meteen, als het lukt, nog even snel onder de douche door. Even lekker opfrissen. Dat moet lukken, want ik hoef alleen nog maar een thumbnail te maken van vanavond. En de video van morgen. Ik kom erachter dat de ventilator, die staat inmiddels hier, heel veel standjes heeft. Ik ga eens even mijn pyjama oppassen. Goedemorgen, deze stralende morgen. Het is vandaag 18 juli 2024. Ik heb vakantie, maar ik ga wel lekker aan het werk. Ik ga achter de computer en ik weet niet tot hoe laat. En misschien komt er vanmorgen nog iemand koffie drinken. Ik weet dat ik vanmiddag nog boodschappen ga doen. Kortom, een relaxed dagje, lekker werken. Heerlijk. Op mijn achtergrond mijn nieuwe ventilator. Die staat lekker en die heb ik nu even op een standje stilgezet. Want hij kan ook wapperen. Dan gaat hij bewegen. Dat doet hij echt heel langzaam. Maar ik vind dat wel heel, is echt heel fijn. Het is nu 8:30. Ik ga lekker beginnen. Een aantal dingen die ik vandaag wil doen. Sowieso liggen hier nog twee video's die geëdit moeten worden. Dat heb ik de afgelopen dagen niet gedaan. Dus daar ga ik me mee bezighouden. Maar ik ga vooral lekker even gewoon relaxed op mijn eigen tempo werken. Heerlijk, heb ik echt zin in. Ik ben jullie al een hele poos kwijt. Maar inmiddels ben ik uitgewerkt. Heb ik de boodschappen gedaan. Nog meer gedaan. Nog even naar de Aldi gefietst voor wat kleine boodschappen die ik nog moest. Er zijn weer enorm veel vliegmieren buiten. Echt niet oké. Ik was even tv aan het kijken, maar het staat erg hard, hoor ik nu. Het is buiten echt warm. En plakkerig. Daar word ik nooit zo heel blij van. Maar gelukkig heb ik een hele fijne ventilator. En die heeft hier gewoon heerlijk gestaan. Daar word je blij van, zeg maar. De maaltijd van vandaag. Oh, hallo. Ja. De maaltijd van vandaag is een eenvoudige snijboon. Met een lekkere kipsnitzel. Ik zeg snitzel, want ik heb er natuurlijk twee gehaald. Van de slager is kip. Dat is wel duur, maar oh, die vind ik zo lekker. En ik dacht, het is het begin van de vakantie. Daar heb ik zin in. En lekker aardappelschijfjes erbij. Heel simpel, maar wel heel erg lekker. Ik ben bezig met het eten. Het wordt toch wat anders vandaag. Emily is er even niet. Dat is vaak op donderdag, omdat ze dan een bijeenkomst heeft. Ik doe ondertussen mijn haar voor mij verlies. En ik eet alleen. Dus ik eet kipsnitzel. Ik eet lekker komkommersalade. En aardappeltjes. En Emily eet het zelf. En dat is helemaal prima. Maar niet te laat. Dat is al wel live. Niet zo echt net snoepjes. Maar wel echt gewoon, nou ja, je kunt zien, mijn nagels zijn stukken beter. En dat is eigenlijk het doel. Dus ja. Maar water is even uitruimen. Dat is mijn taak op donderdag en vrijdag. Ik zit nog even boven. Ik ga zo meteen, als het lukt, nog even snel onder de douche door. Even lekker opfrissen. Dat moet lukken, want ik hoef alleen nog maar een thumbnail te maken van vanavond. En de video van morgen te uploaden. Maar dat kan ik eventueel ook later doen. Ik weet niet hoe groot die is, hoe lang dat gaat duren. Dat ga ik even uitzoeken. 18:24, 18:25. Ik ga het gewoon even proberen, weet je. Ik hoef ook niet heel lang onder de douche, gewoon even eronder door. Maar dat vind ik wel lekker even. Photoshop mag wel geopend worden. En ik moet een plaatje zoeken. Nou. Ik zie dat ik hier ook achter de computer zit. Met al mijn knutselspullen in beeld. Ja, leuk. Als je die video nou nog niet gezien hebt, dan kan ik hem aanraden. Ik zal zo meteen ook eens even. Ik had elke keer een wit vlekje hier. Maar dat is niet op mijn gezicht. Dat is gewoon in de camera ben ik achter. Want dat witte vlekje verhuist ook wel eens hierheen en dan weer hier.
Het zit redelijk in het centrum van mijn ding, zeg maar. Had ik hier die nipnagels nog? Oh nee, dat had ik zo al gelakt. Even kijken. Daar kan ik wel een fotootje van maken. Dat is... Oké, ja. Ik weet niet waar ik ongeveer moet zijn. Nou, ik ga heel even hiermee aan de rommel. En dan zie ik jullie straks. En dan staat na de live, denk ik. En dan staat die op mijn slaapkamer. Het lijkt me dat dat heel lekker is vandaag. Nou, een douche gaat niet meer lukken. Dat doe ik na de live. Dat is ook prima. Even uitzetten. En dan nemen we de ventilator onder de arm mee. Hij is wel iets zwaarder dan een gewone ventilator. Maar hij is zo fijn. En hier zet ik hem ook omhoog neer. Maar ik zet hem wel op het laagste standje. Dat jullie hem niet horen. Want als ik hem nu aanzet, dan staat hij denk ik op standje. Ja, nu staat hij op standje 1. En dit is echt zo'n perfect windje. Maar ook zo fijn. Om niet in je hete kamer te zitten, zeg maar. Ik moet nog een SD-kaart mee. Daar staat een video te uploaden. Die is bijna klaar, zeg ik al. Dus daar kan ik straks mee verder. Maar ik ga eerst eens lekker een poosje van mijn achter. Dat ventilator, die staat inmiddels hier, heel veel standjes heeft. Ik ga eens even mijn pyjama alvast uit bed trekken. Zo. Maar hij heeft dus heel veel standjes. Hij staat nu op... Moet ik even spieken hoor, want dat kan ik hier zien. 1, 2, 3, 4, 5. Maar hij kan ook nog naar deze. Maar hoor eens hoe stil die is. Dit is de hardste stand. En met deze ga ik vannacht proberen te slapen. Hij moet weer even aflopen natuurlijk. Dit is de zachtste stand. Hoor je niks, hè? Tof, man. Zo blij mee? Ja, zoals je in de vlog van aanstaande maandag kunt zien, dan liep ik heel erg achter met het editen. En dat ga ik nu een inhaalslag in maken. Ik heb geen flauw idee meer hoeveel ik heb gefilmd deze donderdag. Volgens mij niet superveel, want ik heb gewerkt. En ik heb echt heel hard gewerkt. Want ik wilde een aantal dingen echt af hebben, omdat ik ook wist dat ik de vrijdag, de video van morgen, gewoon ook heel veel dingen moest doen. Dus dan, ja, dat voegt dan niet zo goed met elkaar. Het zijn de laatste loodjes voor de vakantie. Dat merkte ik echt heel goed. Ik kan me moeilijker concentreren. Ik ben vermoeid. En dat is niet erg, maar dat merk je gewoon wel. Nou ja, dit is weer een video. Weer het einde. Zo'n codewoord doen vandaag. Wat voor codewoord gaan we doen? Eens even nadenken hoor. Ja, ik weet een leuke. De lezers van Suzanne Musquet herkennen deze. Cactus. En als jij nou een lezer bent van de boeken van Suzanne Musquet, dan kun je maar vertellen waarom cactus het codewoord van vandaag is. Sorry, ik moest er echt even over nadenken, maar dat is mijn... Dat wordt hem. Goed, wat ga ik nu doen? Ik ga deze video editen. Ik heb hier nog twee schrijfjes liggen die ik ga editen. Dus ik ga me vermaken. Ik hoop dat jij dat ook doet. En ik hoop vooral dat je deze video leuk vindt. Vergeet niet om de abonneerknop in te drukken. En het belletje aan te zetten. Want het is vakantie. En op het moment dat je dit ziet, kan het best zijn dat ik overdag een keer live ga. 'S Avonds een keer live ga. We gaan het beleven. Ik zie je in elk geval heel graag terug in een volgende video. Dankjewel voor het kijken. Fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. En heb je vakantie? Hele fijne vakantie. Tot morgen. Dag.